Het is een beetje raar weer. Het is een soort omslagdag. Aan de ene kant zeggen ze dat het bloedheet gaat worden. En aan de andere kant zeggen ze, bloedheet, voor deze tijd van het jaar heet. Aan de andere kant zeggen ze, ja, het gaat heel erg regenen. Ik zie beide nog niet echt. Maar ik heb dus maar laag. Ik kan goed merken dat ik nog herstellend ben van de griep. Want ik zit hier een partijtje te suffen. En ik heb een val onder mijn ogen. Moeten jullie kijken. Geeft gewoon wel aan hoe moe ik ben. Echt, het is heel, heel, heel erg. Gauw mijn bril erop, dat bedekt het nog een beetje. Maar ik ben gewoon echt kapot moe. Het is pas 8 uur. Ik kan nu naar bed gaan, maar dan slaap ik maar 10 minuten. En dan is het 9 uur. Het batterijtje is helemaal leeg. Die van mij dan. Niet van de camera. Maar die van mij wel. Ja. En jij ook naar je bed, hè? Nou, jij ook maar naar je bed. Goedemorgen, lieve kijkers. Ik zet jullie eventjes hier in de hoek neer. Als je denkt, dat staat hier. Nou, hier staat een mega orchidee die zo ontzettend veel takken heeft dat ik niet meer weet hoe die in de vensterbank moet staan. Het is vandaag 30 oktober, denk ik. Is het al 31 oktober? 31 oktober, denk ik. In mijn spiegel. 31 oktober is het al. Halloween vandaag. Nou, daar doen we hier in deze regio echt niet veel aan. Want we hebben hier al Sint Maarten. Het is een beetje raar weer. Het is een soort omslagdag. Aan de ene kant zeggen ze dat het bloedheet gaat worden. En aan de andere kant zeggen ze... bloedheet. Voor deze tijd van het jaar heeft een andere kant zegt ze, ja, het gaat heel erg regenen. Ik zie beide nog niet echt, maar ik heb dus maar laagjes aan. Ik kan deze nog weer uittrekken. En voor nu vind ik hem wel even prima. Vaat was er even ingeruimd. Even zo. En ik ga even een lunchpakketje maken voor deze week. Ik voel me gelukkig heel, heel, heel veel beter dan vorige week toen ik het pakketje stond in te pakken. Toen was ik eigenlijk al toe verstandig moeten zijn en thuis moeten blijven. Maar goed, ik dacht ik ga het toch even proberen. Je weet maar nooit. Nou, het resultaat was je weet het niet. Je weet dat het niet gaat. Maar ik vind dat zo moeilijk om thuis te blijven. Het is niet mijn ding, zeg maar. Als vleeswaar hebben we deze week een hammetje mee, onder andere. Er gaat witlof mee. Er gaat... mayonaise mee. En er gaat curry mayonaise mee. Ik moet even mijn shakes opmaken die op de kool staan. Dus ik ga ook even een pak melk meenemen. Volgens mij moesten deze eigenlijk ook allemaal op deze week. Ja, die moet op deze week. En die moet ook op deze week. Het is allemaal houdbaar tot begin november. Dus dat moet allemaal even op. Nou, dat is voor nu even genoeg. Ik ga van de week nog wel meer meenemen. Ik moet nog even eieren koken en zo. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar dat komt goed. Hier red ik me een dag mee. Of 2 dagen wel. Ik heb nog koekjes op school liggen. En in de koelkast op school ligt ook nog wat een en ander, gok ik. Ik wil dat zeggen, ik weet even niet waar mijn sleutels zijn. Maar dat weet ik wel, want ik hoor ze. Dus dat komt ook helemaal goed. Nou... laten we maar eens even de spullen uit de tas pakken die we niet nodig hebben. Want ik neem maar 1 tas mee naar school tegenwoordig. Daar zit alles in. Nou ja, en mijn lunchtasje. Maar dat moet natuurlijk in de koelkast liggen. Dus ja, ik ga eens eventjes tanden poetsen. En even mijn haren afronden en dat soort dingen. En dan ga ik op naar het werk. Goedenavond. Ja, na het eten koken en eten, de vaatwasser inruimen, allemaal dat soort dingen. Ben ik eventjes met Ravi een klein rondje gaan lopen. Het is nu inmiddels is het 7:15. Ik heb nog even wat schoolwerk gedaan. Toch natter geworden dan ik dacht. Het regent hier een klein beetje. In elk geval ga ik nu eventjes lekker Downton Abbey kijken. Even een half uurtje niks. Wat is een vriendje? En dan net lekker een wandelingetje gemaakt. Hè? Ja, je vond het mij helemaal niks dat ik zo laat thuis was. Ja, ook kom je knuffelen. Kom je de mensen ook een knuffel geven? Ja? Kom je de mensen een knuffel geven?
Oh, meer. Ja, maar we hebben al een hele poos geknuffeld net. En ga jij lekker je botje eten, want dan kan je kleed ook in de was. Het is bijna op het vieze bot. Ja. Ik vind het lief. Ik kan goed merken dat ik nog herstellend ben van de griep. Want ik zit hier een partijtje te suffen. En ik heb een wallen onder mijn ogen. Moeten jullie kijken. Geeft gewoon wel aan hoe moe ik ben. Echt, het is heel, heel, heel erg. Gauw mijn bril erop. Dat bedekt het nog een beetje. Maar ik ben gewoon echt kapot moe. Het is pas 8 uur. Ik kan nu naar bed gaan. Maar dan slaap ik met 10 minuten. En dan is het 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur. Nou, laat het dus 3 uur zijn, dan ben ik wakker. Dus dat is niet zo heel handig. Dus ik moet nog eventjes, het liefst 1,5, misschien 2 uur volhouden om wakker te blijven. Maar ik kan echt goed merken dat het batterijtje nog een beetje problemen heeft om weer op te laden. Of tenminste, hij loopt eigenlijk heel snel leeg. Ik denk dat dat een betere beschrijving is. Maar ja, dat hoort nou een keer als je een flinke griep gehad hebt, hoort dat erbij. Dat herstellen duurt een poosje. En het hoesten vergt ook gewoon veel energie. Ik ben behoorlijk aan het hoesten ook, zoals gebruikelijk na een griep. En ondanks de medicatie gaat dat wel heel goed, moet ik zeggen. En ben ik niet snijter benauwd of zo. Maar gewoon nu wel dat ik denk zo. En dan zit je even lekker rustig in een stoel, heb je het lekker warm. En dan moet je oppassen dat je niet in slaap valt. Het batterijtje is helemaal leeg. Niet van mij dan, niet van de camera. Maar die van mij wel. Hey? Ja, en jij ook naar je bed, hè? Nou, jij ook maar naar je bed. Ik moet even checken of mijn computer uit is. Ja, geen video te uploaden vandaag. Morgen komt er geen video online, omdat ik vorige week hartstikke ziek was. Echt ziek. En nu heb ik ook geen extra video opgenomen, want ik was gewoon van het ook verre van fit genoeg om video's te maken en dat soort dingen. Dus allemaal niet aan de orde. Ik moet het plantje draaien. Raam dicht. Want als dat grote ding aanslaat 's nachts, dan word ik daar wakker van. Dat maakt een partij herrie alsof er een vliegtuig overkomt. Alleen al iets dichterbij. Dus dat is wel jammer, zeg maar. Maar goed, ik ga lekker omkleden. Pyjama aan. En dan ga ik heerlijk lang uit liggen. En dan zie ik het wel. Ik wil nog een half uurtje volhouden om niet te slapen. Het is nu 9 uur. 9:30 mag ik slapen voor mezelf. Dus nog heel eventjes even volhouden. Meestal eens even ons knuffeltje toedekken. Eventjes zorgen dat ik lekker onder een douche doorkom. Dat soort dingen. Dan zal het allemaal op mijn dode gemakje doen. Zijn we vast wel in elk geval weer een kwartier, 20 minuten verder. Het is een beetje uitzingen vandaag. Een beetje boel eigenlijk wel. Maar goed, dat geeft niet. Ook dat hoort er af en toe bij. Nou, ik hield het gisteravond niet voor. Ik ben er boven gegaan. Ik ben gaan liggen met de bedoeling wakker te blijven. Maar ik ben als een blokketje beton in slaap gevallen. En midden in de nacht was ik weer wakker. Dus dat was voor het gemak. Niet handig dus. In elk geval, hoop ik dat je deze video leuk vond. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens jou een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk jij naar 's avonds dan. Slaap lekker, mooie dromen. Morgen ben ik er weer in de Splix.nl video. Dus heel graag tot dan. Doei.